Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ga ik jullie gaan leren hoe dat je Optifine kunt gaan gebruiken voor Minecraft versie 1.19.3. Dat ga ik jullie vandaag een keertje gaan laten zien, hoe dat je dus Optifine kunt gaan installeren en dus ook gaan gebruiken. Wat heb je daar natuurlijk voor nodig? Je hebt natuurlijk Minecraft nodig, in dit geval de Java editie. Je hebt natuurlijk ook Optifine nodig en ook nog Java 17. Dat ga ik jullie vandaag een keertje gaan laten zien hoe dat je dat dus gaat kunnen doen. Wat je als eerste zeker moet gedaan hebben, dat is de Minecraft versie gespeeld hebben en waar dat je Optifine wilt gaan afhalen. In mijn geval 1.19.3, dus ik ga die release gaan opstarten en ook al voor de eerste keer gaan spelen. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, zorg er dan zeker voor dat je dat al gedaan hebt. En dan kun je naar de linkjes gaan hieronder in de beschrijving en als eerste kom je bij Optifine. Optifine heb je natuurlijk nodig als je Optifine wilt kunnen gaan gebruiken. Linkjes staan hieronder en je ziet hier namelijk versie 1.19.2 als allerlaatste versie, maar voor 1.19.3 op dit moment dat de video wordt gemaakt, zijn er enkel nog maar previews. Dus nog geen volledige officiële versie, maar wel al een preview die je kunt downloaden. Of als je oudere versies wilt, kun je hieronder alle oudere versies zien. Maar in mijn geval ga ik de preview 2 downloaden en klik ik gewoon op download. Als je geen adblocker hebt, krijg je nog reclame. En dan eventueel moet je nog een keer op download klikken en dan gaat hij dit een keertje gaan afhalen. En dan ja, is dit afgehaald. Maar het kan zijn dat later na deze video op de officiële versie uit is en dan moet je gewoon op de officiële downloadlink klikken en dan heb je de volledige versie. Dit is ook nog altijd officieel, maar nog geen volledig afgewerkte versie. Dus als we dat hebben afgehaald, zou deze meestal in jouw downloadsmap terecht moeten komen. In mijn geval komt die in de downloadsmap terecht, een .jar-file. Hier kan ik rechtermuis op klikken en openen met Java, TM, platform enzovoort. Nu, als je dit niet hebt, kan het zijn dat je Java niet hebt geïnstalleerd. Daarvoor kun je naar een andere linkje gaan hieronder in de beschrijving en kom je terecht op Java. Nu, hier ga je eigenlijk te zien krijgen dat je deze kunt gaan downloaden voor Java 17 en Java 19. Wij hebben van Java 17 nodig en in mijn geval voor Windows. En dan is het hier de tweede, de x64 installer. Die kun je gratis downloaden en dat is de Java Development Kit die we namelijk nodig hebben voor dit te kunnen laten werken. Dus deze download je eventueel, moet je dan door alle stappen gaan en als je dat hebt gedaan, dan kunnen we eigenlijk onze Optifine gaan opstarten. Voordat we hierop gaan klikken, moet je er wel voor zorgen dat je je Minecraft hebt afgesloten en ook jouw launcher, anders gaat het niet gaan werken en nogmaals, zorg ervoor dat je dus al die versie hebt gespeeld, anders gaat het ook niet gaan werken. Vervolgens dubbelklik hier op onze Optifine en dan zien we eigenlijk een mapje waar het naartoe wordt opgeslagen. In mijn geval is het goed in orde, gewoon laten en we klikken op install. Dit kan 10 seconden, 30 seconden, 5 seconden. Het gaat eigenlijk best snel, dus je ziet het is heel snel gegaan en ik klik vervolgens op oké. Optifine is geïnstalleerd. Als dat gebeurd is, dan kun je je Minecraft launcher een keertje opstarten en normaal gezien zou er direct al Optifine moeten bijkomen van versie 1.19.3. Maar Jens, dat staat niet bij mij. Hoe komt het? Ja, dan kan je het zelf gaan toevoegen bij installaties. Zorg dat gemodificeerd is mee aangeduid en dan zou Optifine ertussen moeten komen staan. Of je klikt op nieuwe installatie en je gaat hem hier gaan tussenzoeken, zodat je die dan er handmatig kunt bijzetten. Maar gemodificeerd moet wel aangeduid staan, anders kun je deze niet spelen. Dus als je die hebt mee aangeduid, dan kan je heel eenvoudig op spelen klikken. En kun je dit spelen? Ik moet er wel bij zeggen, de eerste keer dat je Optifine speelt, ga je wel een waarschuwingsscherm van Minecraft krijgen. Je moet van onder gewoon een vinkje aanvinken en dan vervolgens kun je Minecraft gaan spelen. Dat is als waarschuwing om te geven van dat het een modded versie is. Zoals je dus kunt zien, ben ik op Minecraft terechtgekomen. Hier staat modded. En hoe kunnen we nu zien dat er iets aangepast is? Dat kan je bijvoorbeeld bij opties zien. Als je dan naar video settings gaat gaan, zien we als eerste dat hier Optifine bij is gekomen te staan. Dat het onze pre-versie is voor 1.19.3 en we zien veel meer instellingen. We kunnen naar Other gaan voor een hoop andere instellingen aan te passen, zoals het weer, autosave, dat moet gaan gebeuren. Wat je ook hebt is natuurlijk de zoom-functie. Bij controls, keybinds, helemaal van onder zien we de zoom-functie, dus dat is ook extreem handig. Als we een oude wereld gaan opstarten van bijvoorbeeld de commando's, als je die hebt gemist, van hoe dat je met commandoblokken kunt werken of wat zijn commandoblokken, dan kan je kan je altijd die video een keertje bekijken. Sorry, een klein lek spijkje. Maar ik ben terechtgekomen op de wereld. Mijn frames zijn al een pakje hoger. Dat is niet zo heel veel, maar mijn frames zijn al een pak hoger. De zoomfunctie werkt ook. Van Optifine vind ik zo'n handige functie. En ja, Optifine werkt. Alles is geoptifined. Alles ziet er beter uit. Alles werkt ietsjes vlotter. En op deze manier heb je dus Optifine aangemaakt. En kun je dus Optifine gaan gebruiken. Dit kun je ook doen samen met mods. Dus als je ooit wilt weten hoe dat je mods installeert, laat het mij hier weten onder in de beschrijving. En zo heb je dus eigenlijk alles geïnstalleerd. Dan kun je bij opties vanaf nu alles gaan aanpassen bij je video settings, wat je maar wilt, om ervoor te zorgen dat het bijvoorbeeld beter gaat, dat het dus sneller gaat met jouw Minecraft wereld. Dus op deze manier kun je heel makkelijk en heel snel Optifine installeren voor Minecraft versie 1.19.3. En zo zijn we op het einde van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, raak dan dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat bel-icoontje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer de video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!